Be Quick bestaat dit jaar 125 jaar. En dat werd zondagmiddag gevierd bij de club in Haren. Het Groningse Be Quick speelt tegen stadsgenoot Velocitas. Ik heb er wel bewust voor gekozen om de jubileumwedstrijd te spelen tegen onze aloude stadgenoot Velocitas. Om juist ook aan onze jubileumviering dit historisch tintje te kunnen geven. Vorige week dinsdag werd de aftrap al gegeven voor de jubileumactiviteiten. Maar ook vanmorgen zaten de leden zeker niet stil. Voor vandaag stond op het programma een hele leuke boottocht met 60 mensen op het Paterswoldse Meer, waar we van het water weer hele mooie plaatjes hebben gezien. We hebben ook een huis gezien waar de Be Quick vlag uithing. En de groep heeft geluncht in de twee provinciën. En daarna is alles hier naartoe gekomen, naar het stadion de Essenberg, om de jubileumwedstrijd vanmiddag te gaan spelen. Tijdens de opkomst van de elftallen worden de teams vergezeld door de jongste spelers van beide clubs. Aan het spel is duidelijk te zien dat het hier gaat om een vriendschappelijke wedstrijd. Er wordt geen hard spel gespeeld en de scheidsrechter hoeft geen kaarten uit te delen. Deze gemoedelijke sfeer is ook aan de kant zeker te proeven. Ik ben op uitnodiging van mijn man. Wat vindt u tot nu toe van de wedstrijd? Ja, leuk, leuk, ja. Is het ook nostalgie voor u als uw vader hier jaren gespeeld heeft? Ook, absoluut. Ja, zo'n stukje traditie en het is een hele gemoedelijke sfeer hier. Ik hou er wel van. Van beide partijen staan supporters aan de kant. Over de uitslag van het spel zijn dan ook de meningen verdeeld. Ik aarzel nog of dit een voorgekookte uitslag is. En dan zal het 2-2 worden. Of dat het er echt om gaat. En dan ben ik bang dat Velocitas toch net iets meer ambitie toont dan Be Quick zelf. Maar dat zal wel met het lustrum te maken hebben. Ik ben hier om mijn broer aan te moedigen en zijn team. Zodat ze kunnen winnen. En in welk team zit je broer? Velocitas, ja. En gaan ze winnen vandaag? Nou ja, ze staan 2-1 voor. Ik ga ervan uit dat ze meer scoren. Dus ik denk wel dat ze gaan winnen, ja. En gaat jouw broer ook scoren? Nou, ik hoop het wel, maar ja, we zullen zien. Een eindstand van 1-2 voor Velocitas. Voor de derde helft vertrekken zowel de spelers als de toeschouwers naar de kantine. Het verlies van de thuisploeg lijkt de pret niet te drukken. Nou, het is natuurlijk fantastisch gelopen. Ik heb bijna alle spelers bedankt voor deze hele fijne middag. En ik denk ook dat dat de insteek moet zijn voor zo'n wedstrijd. Het zijn twee clubs die meer dan 100 jaar bestaan met zo'n historie. En dat je dan op deze manier lekker fanatiek voetbal, maar eerlijk mannelijk voetbal kunt spelen, vind ik fantastisch van deze beide verenigingen. En de stand? Bevredigend of niet? Echte heren, hè, Be Quick. Dus dan laat je je gasten winnen bij een jubileumwedstrijd. In het clubhuis is ook voorzitter Dick Ozinga te vinden. Een leuke wedstrijd als jubileumwedstrijd natuurlijk. Het voetbal was misschien niet altijd even vloeiend. En ik denk ook nog een verdiende winnaar, want die schopt er een meer in dat wij schoppen. Dus leuk. Mooie afsluiting van deze dag. Ik vond het een prachtige dag. Leuke presentatie en redelijk wat publiek. Dus geslaagde dag.